Ja, vrienden, hoe is het mogelijk, hè? Ja, nou moet ik het toch ineens weer gaan opnemen voor die Johan Derksen. Ja, terwijl hij pas geleden heeft hij me nog weer afgezekerd in dat VI. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Ik moet het voor hem opnemen in deze hele herrie rond het kaarsverhaal. Maar ja, luister nou eens goed. We kennen toch allemaal dat programma, dat VI? Ja, we weten toch hoe het in elkaar zit. Die gasten komen regelmatig met allemaal van die funzige seksverhalen dan. En weet je wel, die zijn allemaal net op het randje. Ja, dat weten we. Het is van die mannenpraat onder elkaar, weet je wel. En dat gecombineerd, zeg maar, met zo'n vluchtige café-mening van roept u maar. Ja, en die combinatie, die zorgt ervoor dat ze vaak de grens opzoeken. En dat zorgt ervoor dat ze dan regelmatig in de buurt zitten van, zeg maar, Zevenaar. Maar soms gaan ze ook net over de grens. Ja, en dan komen ze in de buurt van Emmerich terecht. Nou ja, dat kan daar nog net. Maar dit keer, met het kaarsverhaal, schoten ze echt helemaal over de grens heen. En kwamen ze in de buurt van Düsseldorf. En hup, daar had je een hoop herrie. Want nu gaat zelfs het Openbaar Ministerie gaat het onderzoeken hier ook. Helemaal daar. En dan heb je al die mensen die ook allemaal dat gaan veroordelen en gekwetst zijn. En dat zijn allemaal mensen die niks op hun kerfstok hebben natuurlijk. Ja, en dat zijn al die mensen die zonder zonde hebben geleefd natuurlijk. Ja, en al die mensen die buitelen over elkaar heen om te vertellen, ja, hoe politiek correct ze zijn. En al die mensen verdringen zich ook om te laten zien van, kijk eens hoe wij deugen. Bleh, en daar kan ik zo slecht tegen. En dan komen ook al die tegenstanders van die Derksen, die kruipen dan ineens uit die holen. Ja, en die willen hem dan up aan het kruis en op een brandstapel. En weet je wel, dat is, weet je, daar ben ik nou zo allergisch voor. Die collectieve verontwaardiging. Die verontwaardiging die ook al een paar maanden geleden er was. Want toen was die Derksen ineens een racist. En nu is Derksen opeens, ja, onze nationale azijnman, is ineens een verkrachter. Vrienden, een verkrachter. Derksen is natuurlijk niet. Natuurlijk is hij geen verkrachter. Hou op, zeg. Derksen, die heeft daar gewoon een hele ranzige anekdote vertelt. Dat is het gewoon. Heel ranzig. En dat doe je eigenlijk niet op tv. Maar dat kan dus kennelijk bij VI wel. En in die ranzigheid wilde die ook nog eens een keertje stoer doen. Onze Johan. Johan die denkt, nou, ik maak het verhaal nog even mooier dan het is. En voor je het wist, zat die kaars erin. In plaats van dat die kaars tussen die benen stond. Nou ja, en dat is alles wat er gebeurd is, vrienden. Ja, daarmee ben je natuurlijk geen verkrachter. En daarmee hoef je niet helemaal zoals iedereen uit zijn plaat te gaan. Want dan heeft iedereen opeens ook zo'n medelijden met het slachtoffer. Hey, het is 50 jaar geleden, hè. Toen was de wereld nog zwart-wit. En toen was het inderdaad, was het ook allemaal anders in die tijd. Ja, daar kan ik over meepraten. Maar los daarvan, je kan het ook zo zien dat die vrouw of dat meisje in Veendam, die werd wakker uit die roes, weet je wel, die had ze uitgeslapen. En die kijkt en die ziet die kaars tussen de benen. Ja, dat kan toch ook zo zijn dat die vrouw gewoon keihard in de lach is geschoten. Ja. En daarmee was de kous af en dat zij bij zichzelf heeft gedacht, dat moet ik de volgende keer maar niet meer doen, zo verschrikkelijk dronken worden. Zo kan het ook zijn. En Johan die heeft ze spijt al betuigd, hè? Want Johan die begreep ook wel dat hij geen oeuvreprijs gaat winnen met deze hele actie. Dus, nou ja, en dat is het dan. Dat is het hele verhaal. Vrienden, laat ik het zo zeggen. Wees nou blij met dit programma. En trouwens, je hoeft het ook niet naar te kijken. Je kan het ook gewoon uitzetten, hè, dat VI. Maar wees nou gewoon blij met zo'n programma op de tv. Want Nederlandse televisie, die is al werkelijk stuitend slecht. En oer saai.